Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar aflevering 23 van Frenkie's Vriendjes. We gaan vandaag weer hopelijk knallen, want ik heb natuurlijk coins nodig om Messi te kunnen toevoegen. Maar we zijn al heel goed op weg, want op dit moment heb ik 611.000 coins. Dat is natuurlijk al best wel heel veel, maar het is nog niet voldoende om Messi te kunnen toevoegen. Maar daarvoor moeten we gewoon goed gaan spelen en ervoor gewoon voor zorgen dat we natuurlijk nog meer coins gaan verdienen. En daarna wil ik natuurlijk ook nog Jordi Alba toevoegen, die heeft ook nog een special card. En er zijn nog wel andere special cards die ik ook wil toevoegen. En eventueel kunnen we na Messi ook nog gaan sparen voor icons die bij Barcelona hebben gespeeld. Dus we kunnen nog wel eventjes vooruit, ook als we Messi hebben toegevoegd. Dat komt er allemaal aan. Laten we eerst maar even aan het rad gaan draaien. Want elke 1000 likes op een aflevering is één gratis pinpunt waard. En we hebben de vorige aflevering 3600 likes gehaald. Dat komt neer op 4000, want ik rond het af. Zeg maar, als we 3400 gehad, had ik 3 keer gratis kunnen spinnen. Nu 4 keer. Dus dat is wel chill. We smashen ook allemaal even dat duimpje omhoog op deze video. Zodat we in ieder geval weer 4 keer kunnen draaien voor een aflevering. Daarvoor hebben we dus minimaal 3500 likes nodig. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we nu maar 3 keer gaan spinnen. Oh nee, 4 keer. Ik moet het wel goed zeggen. En hopelijk krijg je iets goed. Kom op, waar beginnen we mee? We beginnen met 200 FIFA-punten. Dat is op zich wel chill, want al mijn FIFA-punten waren op. Ik had helemaal niks meer. Dan heb ik nu in ieder geval weer 200. Volgende spin. Wat krijgen we nu? We krijgen nog een keer FIFA-punten. Lol. Oké, nou, dan gaat het wel weer lekker met de FIFA-punten. We hebben nu 600. Dat is wel chill meegenomen. Maar wat krijgen we nu? Kom op, nog een keer iets goeds. We krijgen nu... Oké, leuk, een challenge. Dat is ook wel weer chill. Die had ik alweer een paar afleveringen niet gehad. Volgens mij, ik weet trouwens niet helemaal meer zeker. Maar challenges zijn altijd chill meegenomen natuurlijk. Dan nog één keer spinnen. Wat krijgen we als laatste? Als laatste krijgen we nog 15.000 coins erbij. Dat is ook chill meegenomen. Dan hebben we nu 626.000 coins. Weet je, toch wel chill meegenomen, 15.000 coins. Maar ik ga even door de comments kijken op zoek naar een leuke challenge. Ik heb hier een challenge gevonden van Brawl YouTuber. Die had dit achtergelaten in de comments. Challenge. Als Joran 3 wedstrijden wint voor aflevering 25, dan mag hij van aflevering 25 een dubbele puntenaflevering maken. Lijkt me dat Joran het ziet. Wauw, Sammy. En dat vind ik echt een zieke challenge, want dat is haalbaar. En als we in aflevering 25 een dubbele puntenaflevering kunnen houden, dan kan ik daar echt vet veel mee verdienen. Dus ik vind dat echt een hele goede challenge. Maar dat houdt in dat we in totaal 4 wedstrijden hebben voor die tijd. Want per aflevering doe ik 2 wedstrijden. Dus deze aflevering en komende aflevering. Want dit is 23, volgende aflevering is 24. Dus we moeten in deze komende 2 afleveringen van de 4 potjes 3 keer winnen. Dat is te doen. Maar dan moet dat wel gebeuren. Het zou in ieder geval heel chill zijn als ik deze aflevering al 2 keer weet te winnen. Want dan beginnen we gewoon echt super lekker. Dan weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat we het gaan halen. Dan hoeven we de volgende aflevering maar 1 keer te winnen. Dus dat moeten we eigenlijk even gaan doen, deze aflevering. Ik zou even een team fitheid kaartje toepassen. Dan is iedereen helemaal fit. Dan ligt het daar sowieso niet aan. En dan gaan we eerst even kijken naar de packs. Want ik heb dus 600 FIFA punten. En daarna gaan we een potje spelen. Oké, er zijn 35k packs en 25k packs. Weet je wat? Ik koop gewoon een 25k pakketje. Ik heb gewoon zin om nu alvast een pakketje te openen. Houden we nog 250 FIFA punten over. Maar mochten we zo meteen nog wat meer FIFA punten krijgen, kunnen we nog meer van deze packs openen. En de waarde van de speler mag ik natuurlijk toevoegen als coins. Maar nee, dit is sowieso niet veel waard. Een Mkhitaryan. Maar misschien zit er een Barcelona speler in. En dan verdienen we ook nog 5000 coins extra. Maar die zit er ook niet in. Helaas, Mkhitaryan, daar kan ik 1000 coins voor rekenen. Dan hebben we momenteel 627.000 coins. Maar dan gaan we nu gewoon lekker een potje spelen. Oké, mijn eerste tegenstander, ja, die heeft gewoon een Premier League team. Het is niet extreem goed. Dus tegen dit team maak ik op zich wel een kansje om te winnen. Sterker nog, als je naar mijn team kijkt, moet ik dit eigenlijk wel winnen. Nou, Dembele, 1-2'tje met Suarez. Werkt heel vaak. En nu ook, nu afkappen. Nog een keer afkappen, paasje voor en die zit. Lekker, 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 lekker. 1-0, dit begint goed. Oké, als we deze wedstrijd winnen, dan beginnen we zo lekker met deze challenge. Oh, ik hoop echt dat het gaat lukken. Dubbele puntenaflevering zijn gewoon altijd super nice. Nou, Vidal, daar gaan we weer. Volgende kans, deze moet ook zitten. En die zit ook. 2-0. Du-du-du-du-du-du.
Oké, nu kunnen we misschien ook nog gaan voor die rage quit. Want als ik nu nog één keer score, dan denk ik wel dat hij gaat rage quitten. Want het is nog maar de 22e minuut. Dus het zou gewoon kunnen. En dan hebben we echt een superlekker begrip van deze aflevering. Oh, donders, als hij zo gaat spelen, dan gaat het wel helemaal lukken. Jammer dat ik de bal dan zelf ook weer verpruts. Nou, oké, het is ondertussen rust. Een snelle rage quit zit er dus helaas niet in. Want ik heb niet nog een keer gescoord. Is jammer. Ik had ook niet extreem veel kansen daarna meer. Maar met deze onder heeft nog helemaal geen één kans gehad. Dus eigenlijk moet ik dit gewoon makkelijk kunnen winnen. Dit is wel echt heerlijk zo'n wedstrijd. Dat gewoon alles gewoon prima gaat. Je hebt geen één kans tegen. En je scoort gewoon lekker een paar keer. En als we trouwens de 0 goals tegen krijgen, verdienen we ook weer extra coins. Dus dat zal wel heel chill zijn als dat ook nog gaat lukken deze wedstrijd. Nou, Jordi Alba met de voorzet. Prima voorzet, Dembele! Oh, lekker, daar is hij dan uiteindelijk. Toch wel. En als ik nog één keer met Dembele scoor, heb ik ook nog een hat-trick te pakken. Dus dat is ook chill. Het gaat, oh ja, het gaat zo lekker deze wedstrijd. Maar we kunnen nog veel meer uit deze wedstrijd halen. Want zolang mijn tegenstander niet rage quit, kan ik nog vaker scoren. En dus eventueel ook hat-tricks en zo. Maar hier is Suarez alweer. Mooie aanname, mooie goal. 4-0 en ik denk dat hij nu wel gaat rage quitten. En eigenlijk is dat ook wel jammer, ondanks dat 4-0 natuurlijk heel nice is. Want ik had nog best wel een hat-trick kunnen scoren. Want volgens mij heb ik nu helaas geen hat-trick. Nee, twee keer Suarez, twee keer Dembele. Dus dat is wel jammer. Maar wel ziek nice deze wedstrijd. Oké, dan ga ik even alles bij elkaar op tellen. We hebben 0 goals tegen, dat is 10.000 coins. We hebben niet met een leenspeler of Frenkie de Jong gescoord, dus daar niet extra mee. Maar 0 goals tegen is dus wel extra coins. We hebben nu al 637.000 coins, dus dat is ook chill. Daarnaast hebben we natuurlijk 4 gescoord, dat zijn 2 speerpunten in totaal. En we hebben gewonnen, dat zijn ook nog eens 2 speerpunten. Dus we mogen nu 4 keer aan het draad draaien. En we hebben natuurlijk ook al een goed begin van de challenge. Want wedstrijd nummer 1 is gewonnen van de 4. Nog 2 te gaan en we hebben de challenge gehaald. Als we de volgende wedstrijd winnen, dan zijn we echt heel goed op weg. Maar laten we eerst maar 4 keer gaan spinnen. Let's go, waar beginnen we mee? Laat het even iets goed zijn. 200 FIFA punten weer. Ah, dan kunnen we weer een 25k pakketje openen. Dat is leuk, dan gaan we dat zo meteen even doen. Dan wat krijgen we nu? Nog een keer iets goeds. We krijgen 15.000 coins. Lekker hoor. We hebben nu 652.000 coins. Nog 2 keer spinnen. Dan ben ik benieuwd wat we nog tot slot gaan krijgen. Nog een keer 5.000 erbij. Dan hebben we nu 657.000 coins. We zitten de laatste. Krijgen we nog een keer iets goeds. We krijgen een leespeler. Ja, dan kunnen we Messi toevoegen. En elke goal met Messi is dus nu gewoon 10.000 coins waard. En dat is wel echt heel chill. Want dat is natuurlijk een nieuwe regel. Een leenspeler mag je dan in je team stoppen. En dan elke goal die ik met hem scoort 10.000 coins. Oh, dat is heel chill. En natuurlijk ga ik Messi toevoegen. Een betere leenspeler kan eigenlijk niet voor Barcelona, toch? Nou, daar is hij wel weer hoor. Messi, welkom weer terug in mijn team. Ik heb hem al best wel vaak gebruikt als leenspeler. Maar ik wil hem gewoon lekker standaard in mijn team hebben. Maar dat kan dus momenteel nog niet. Maar een conditie... dat is wel goed genoeg. We houden het gewoon lekker zo. Maar oh, ik hoop zo dat ik dus een paar keer met Messi kan scoren. Maar voordat we de volgende wedstrijd gaan spelen, ga ik eerst nog even een 25k pakketje openen. Want daar heb ik genoeg FIFA punten voor. Dan hebben we nu nog 100 over. Oké, nou dikke prima. Hopelijk krijgen we dan even een walkout. Dat zou heel nice zijn natuurlijk. Maar ik acht dat de kans klein is. Het is in ieder geval een drager. Het is een walkout. Eindelijk een walkout in deze serie. Wie is het? Dit is de Gea, denk ik. Ja, inderdaad, de Gea. Oké, jammer dat het dan niet een super waardevolle walkout is. Maar ja, 89 reden de Gea uit de 25k pakketje is alsnog natuurlijk super nice. Oh, dit is wel echt heel chill. Het is wel een van de betere ratings qua walkout die je kan krijgen eigenlijk. Dus dat is wel dik prima. En hoeveel die waard is, zoveel coins mag ik dus toevoegen. En ik denk dat die toch nog best wel wat waard is. De Gea 40.000 zie ik ongeveer. Ja, dat is nog best wel wat. 39 zag ik hier. Ik denk 39 kan ik ervoor rekenen. Ja, inderdaad. 39.000 coins. Dat is toch even heel chill meegenomen. Dan hebben we nu gewoon 696.000 coins. Oh, de Gea, dankjewel. Het gaat echt heel lekker op deze manier. Dan hebben we gewoon al nu al bijna weer 100.000 coins verdiend in deze aflevering. En we hebben ook nog deze keer over 84. Nou, is ook wel wat coins waard. Maar dat is natuurlijk niks in vergelijking met de Gea. Maar eindelijk een keer een dikke walkout in deze serie. Dat heeft echt heel lang geduurd. Maar we gaan nu door met potje nummer 2. En hopelijk gaan we nog meer FIFA punten verdienen. Want als we zulke packlook hebben, dan kunnen we nog wel veel meer coins verdienen op die manier. Tegenstander nummertje 2 heeft een iets beter team als de vorige tegenstander. Maar het is ook gewoon weer basic Premier League. Dat heeft bijna iedereen een Premier League team. Weet je, ik ben eigenlijk best wel origineel dan met mijn Barcelona team. In ieder geval, ik ben nog nooit
een tegenstander tegengekomen met alleen maar Barcelona spelers. Zelfs met een aantal, maar nog nooit volledig. Dus dat is op zich wel nice. Maar ik heb nog steeds een beter team. Dus eigenlijk moet ik dit winnen. En ik wil dit ook winnen, want dat moet gewoon voor mijn challenge. Nee. Oh, dat deed hij goed. Goed uitgespeeld. Nee, ik sta achter. Oké, dit mag mij echt niet gebeuren. En gelijkspel heb ik ook niks aan, want ik moet namelijk 3 van de 4 wedstrijden winnen. Dus ik moet gewoon terugkomen. Er is geen andere optie. Nou, hier gaan we. Rakitić. Die komt bij die bal. Ja, Griezmann, come on. Oh, nee. Oh, dat was echt een grote kans. Dat was wel een van mijn eerste grote kansen. Ik heb nog niet heel veel kansen gehad. We hebben nog wel de bal. Nu een goede voorzet. Oh, die komt voor Vidal. Oh, yo, nu in één keer echt 2 grote kansen. Maar mijn tegenstander heeft wel, ondanks mijn 2 kansen, nu wel in verhouding meer kansen. Maar dit belooft in ieder geval wel iets goeds voor de tweede helft. Het zal wel mooi zijn als we nog wel terug weten te komen. Sterker nog, ik moet natuurlijk terugkomen zoals jullie weten. Nou, en het is ondertussen ook rust. Ik ben benieuwd naar de kansverhouding. Ja, mijn tegenstander heeft inderdaad nog steeds meer kansen. Maar de tweede helft ga ik gewoon druk zetten met team. En dan hoop ik dat ik toch nog weer terug te komen. En ik denk dat ik vanaf de 70ste minuut ga ik ook aanvallend spelen. Dus dat doen we al redelijk snel. Ik begin in ieder geval met druk zetten met team. Meestal ga je dan ook al wat automatischer aanvallende spelen. Dan moet ik niet zo de bal geven. Dat heeft ook geen nut. Nou, hier, Suarez. 2 tegen 2. 2 tegen 2. Kom op, Suarez. Doe het maar zelf. Oh. Oh, weer dat niet. Oké, dit is echt fucked up. Oké, maar we hebben een corner. Wie weet. Oké, nee, ik ga hem niet voorgeven. Ik paas hem. Ik paas hem, serieus. En dan had ik op zich een grotere kans dan dat ik hem had gekocht, waarschijnlijk. Maar ja, hij zit nog steeds niet. Nee, oh, dan heeft hij nu een counter uit de corner. En daar scoort hij uit. Oké, dan ga ik vanaf nu ultra van het spelen. Misschien dat ik dan nog meer goals tegen krijg. Maar het ging serieus best wel goed begin tweede helft. Dit is echt zuur, man. Maar ja, het zit natuurlijk niet altijd mee. Oké, dan gaan we nu gewoon ultra aanvallen. Niet eens eerst aanvallen. Weet je, ik moet het gewoon proberen. 3 goals, het is lastig, maar het is nog te doen. Als ik niet meer goals tegen krijg natuurlijk. Oh, maar daar gaat hij al. Wat? Dit doet dus tegen. Oké, ja, ik weet dat ik ultra aanvallend speel en dat je dan sneller een goal tegen krijgt. Maar het is tegen dat deze wel tegen mogen houden. De steken houdt hem niet tegen. Ja, dat is mooi zonde. Nou, ik denk dat de scheids nu gaat affluiten. Of misschien kunnen we de bal nog 1 keer naar voren doen. Nee, dat kan niet meer. Oké. Hoe nice de eerste wedstrijd ging. Zo vreselijk gaat de tweede wedstrijd. En dit hebben we dus gewoon dik verloren. Ah, dit is echt zuur, man. Maar de challenge is nog niet verloren. Want we hebben nog een tweede aflevering. En daarin heb ik nog 2 wedstrijden. Dus stel, ik win die aflevering 2 keer. Dan kan het nog steeds. Maar het was zoveel chiller geweest als ik deze aflevering al 2 keer had gewonnen. Dan had ik volgende aflevering maar 1 keer hoeven winnen. Maar dat is dus helaas niet gelukt. Maar het kan dus nog steeds. We moeten de moed natuurlijk niet verliezen. Maar dat zien jullie de volgende aflevering of dat gaat lukken. Ja, dat weet ik nu ook nog niet of mij dat gaat lukken. Ik hoop het stiekem wel. Maar Messi heb ik ondertussen weer verwijderd uit mijn team. Dat was natuurlijk een leenspeler. Die mocht ik voor 1 wedstrijd gebruiken. Maar ik heb er helaas niet mee gescoord. Dus geen extra coins daardoor. Maar ik zag trouwens ook comments van jullie. Met eventueel ideeën hoe ik beter kon spelen. Bijvoorbeeld VCD. Die had dit achtergelaten in de comments. Joram gaat trucjes leren. Like zo dat Joram dit moet doen. En die comment had 272 likes. Dat was een van de top comments van vorige aflevering. En hij zei ook nog. Misschien kan Joram een keertje langs Koeweiland. Nou, dat betwijfel ik. Maar wat die wel zijn, wat wel moet, is namelijk... En als je dan toch bezig bent, abonneer ook gelijk even op FIFA Mouse. Dat vind ik een heel goed idee. Maar Koen Weiland in alle qua FIFA skills, dat gaat mij denk ik niet lukken. Want weet je, ik vind FIFA leuk. Ik ben gewoon een middelmatige player. Maar echt super pro ben ik ook niet. Ik vind het gewoon leuk. Maar Koen Weiland is wel echt pro. Dus ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar abonneren, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Maar als je hebt genoten van deze video, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En laat ook eventuele challenges weten achter in de reactie. Mocht ik nog een keer een challenge pinnen op het rad, dan is dat natuurlijk altijd chill als er allemaal comments zijn met challenges die ik kan doen. En laat ook even weten wie ik moet upgraden nadat ik Messi heb toegevoegd. Maar dan was dit in ieder geval voor deze aflevering. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later waarschijnlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Mouse Army. Let's go!